nodig. Den Haag. Twente komt wat onder de druk uit en Polly is niet buitenspel. Kan de bal aannemen, Polly, en kan scoren! Tiende minuut, tweede helft. En het is Twente dat wint in Amsterdam. Het is dus feest vandaag in de arena ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Ajax. Den Haag. En daar is het 1-0 voor Twente, doelpunt Vennegoor of Hesselink. Zelfs Grim gaat mee voorin in deze laatste minuut van de feestwedstrijd. Die absoluut geen feest is voor Ajax. Daar is Bosker en Grim en de wedstrijd is afgelopen. De Gier komt zomaar voor zijn man en mag scoren. Mag scoren, het is ook de verdienste natuurlijk van de Gier. Spelers van Twente vinden elkaar makkelijker dan die van Ajax en elke aanval is gevaarlijk. Cairo, drie man mee. Wie gunt hij de bal, wie gunt hij de kans? Daar is 2-0. En het is weer Jack de Gier. De cornerverhouding is inmiddels opgelopen tot 10-0. En zowaar staat Ajax nu ook op het scorebord, want het is Van der Meijden die scoort. Die een onverwacht buitenkansje krijgt. Van der Vaart, 2-2. Van Berto! Suarez, De Jong. Huntelaar met links en het is 1-0 voor Ajax. Nog geen 30 seconden en dat Twente op voorsprong kan komen via El Amadi. Heeft Huntelaar zijn goal weer te pakken. Het gat tussen de spits van Twente en de verdediging van Ajax Vertongen. Elia, vrij. Stekelenburg lijkt te laat. Huizigers profiteert. En daar is de gelijkmaker. In een periode waarin Ajax niet op 2-0 kan komen. Klaas-Jan Huntelaar. De bal voor richting verandert. En zo staat Ajax op 2-1. Ja, zo kan hij er ook in. En Huizigers is dan degene die de bal voor richting verandert. Koufo, Arnautovic, die in ieder geval de bal heeft. En Vertonghen die verkeerd staat, waardoor Koufo profiteert. En Twente in de extra speeltijd een verdiend punt weghaalt uit Amsterdam. En hier wint Boerichter een duel van Cornelissen. Hij heeft steun van Soleimani. Daar loopt Douglas nog tussen. Boerichter het goede moment gelegd. Soleimani legt hem bijna klaar voor zichzelf en rolt de bal dan in een doel achter Michailov. En scoort de laatste 5 minuten van deze wedstrijd. Wisgerov. En daar is hij dan. Geweldige goal van FC Twente via Luc de Jong. Als hij opschiet kan hij het 1-1 duel aangaan met Houvini. Tjerny naar zijn rechter. Tjerny met de kans. En de goal voor Ajax. Younes. Voorzet van de Hoorn en daar is het 2-0. Younes zet weer aan. Fischer zou het kunnen proberen natuurlijk. Fischer 3-0. Veldman, Milik onderdoor, Klaassen niet. Younes 1-1 met de Aves. Younes en 4-0. Schitterende treffer van Younes. En zo is de 34e landstitel voor de Amsterdammers zeer nadrukkelijk in zicht. Na uiteindelijk toch afgetekende 4-0 tegen FC Twente.